Een op de vijf Nederlanders krijgt er gedurende zijn leven mee te maken: een depressie. Een depressie is niet alleen psychisch heel naar, het kan ook gevaarlijk zijn voor je lichamelijke gezondheid. De Wereldgezondheidsorganisatie voorspelt dat depressiviteit in 2030 volksziekte nummer één is. Als psychiatrisch-epidemioloog hou ik me bezig met het vinden van antwoorden op de vraag: waarom is de ene persoon vatbaarder voor depressie en angststoornissen dan een andere persoon? Daarnaast intrigeert het me om te bekijken hoe het komt dat depressie en angststoornissen gepaard gaan en eerder gepaard lijken te gaan met het ontwikkelen van verouderingsziekten zoals bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, dementie, diabetes en zelfs ook kanker. Als onderzoeker heb ik lange tijd in de geriatrie gewerkt, de ouderenzorg. En daar viel mij al snel op dat het hebben van lichamelijke ziektes gepaard gaat met psychische problemen lichamelijke ziekten en psychische problemen gaan dus samen. En dat verband, dat intrigeert mij. Is het nou zo dat lichamelijke ziekten leiden tot een slechtere psychische gezondheid of is het zo dat psychische gezondheid invloed heeft op lichamelijke ziekten? Nou, de precieze relatie in dat verband tussen psychische gezondheid en lichamelijke ziekten, die wil ik verder ontwarren in mijn onderzoek. Je spreekt van een depressie als iemand langere periodes een interesse verliest... in de dingen die hem of haar normaal gesproken wel interesseren... en daarnaast iemand een sombere stemming ontwikkelt. Die sombere stemming die kan in de ergste gevallen zelfs leiden tot suicidale gedachten... gedachten aan de dood. En daarnaast gaat een depressie vaak gepaard met lichamelijke symptomen. Bijvoorbeeld rusteloosheid, concentratieverlies, slecht eten en slecht slapen. Depressie is een hersenaandoening. Bepaalde processen in de hersenen werken anders bij depressieve patiënten dan bij gezonde controlepersonen. Ook gaat depressie gepaard met lichamelijke ontregelingen. Je kan dus ook in het bloed van mensen bepaalde afwijkingen vinden die je bij normale gezonde controles niet vindt. Toch is het zo dat we de diagnose depressie op dit moment nog niet kunnen vaststellen met lichamelijk onderzoek. We zijn gewoon nog steeds afhankelijk van het vraaggesprek met de patiënt. Want het zijn toch met name de symptomen die ons nu vertellen of een persoon wel of niet depressief is. Je stresssystemen zijn belangrijk bij de afweer tegen schadelijke stoffen. Ook stress kan je zien als een schadelijke stof voor je lichaam. En wat het lichaam doet is bij blootstelling aan stress worden stresssystemen actief. Je maakt dan bijvoorbeeld het stresshormoon cortisol aan en ook je immuunsysteem wordt geactiveerd. In ons onderzoek bevestigen we op dit moment dat depressieve patiënten inderdaad een verhoogd activatie van hun stresssystemen lijken te hebben. Zo zien we een hogere concentratie van het hormoon cortisol en we zien een overactief immuunsysteem. Normaal gesproken is activatie van je stresssystemen gunstig. Het vormt namelijk je afweerreactie van je lichaam. Maar als dat langdurig gebeurt, kan je lichaam uitgeput raken. Die uitputting leidt tot een versnelde fysiologische veroudering. Dat wil zeggen dat je lichaam sneller veroudert. En dat zou kunnen verklaren waarom depressieve patiënten ook sneller en eerder last lijken te krijgen van verouderingsziekten zoals hart- en vaatziekten, kanker en dementie. De komende periode ga ik de relatie tussen depressie en verouderingsziekten nader onderzoeken. Hiervoor zal ik verder gaan kijken naar die fysiologische veroudering. En dat doe ik door te kijken naar telomeren. Telomeren zijn de eindstukjes van je chromosomen. Die beschermen de chromosomen bij celdeling. Je kan het vergelijken met een schoenveter. De schoenveter is dan je chromosoom. En aan het einde zitten van die plastic uiteindjes. Dat zijn je telomeren. En die zijn essentieel om je schoenveter niet uit te laten ravelen. Nou, telomeren beschermen chromosomen tegen celdood. Hoe korter de telomeren zijn, hoe biologisch ouder je cellen zijn. De lengte van je telomeren geeft ons dus informatie over de fysiologische biologische leeftijd van je cellen. Ik wil onderzoeken of mijn hypothese klopt dat depressieve patiënten kortere telomerlengten hebben, omdat zij een versnelde fysiologische veroudering vertonen. Als dat klopt, dan hebben we wegen om te denken aan hele nieuwe behandeltherapieën. Denk bijvoorbeeld aan bewegingstherapie. Voor bewegingstherapie weten we dat het fysiologische veroudering kan tegengaan. Ik ben heel erg benieuwd wat een bewegingstherapie bij depressie kan bereiken. En ik heb de hoop dat dat niet alleen kan leiden tot een sneller herstel van depressie, maar daarnaast ook de lichamelijke gezondheid kan verbeteren. En dat is een hele mooie manier om niet alleen depressie aan te grijpen, maar daarnaast ook meteen het verband met die lichamelijke gezondheid te doorbreken, zodat we manieren hebben om depressie en lichamelijke gezondheid gezamenlijk aan te pakken.